Mijn ouders hadden een klein bedrijf, verbouwde sla en tomaten. Ik heb wel in mijn jeugdjaren gewerkt op een groot bedrijf. Maar dat zit niet helemaal in mijn aard. Ik heb het bedrijf van mijn ouders overgenomen. Ik verving toen de groenteteelt voor de bloementeelt als Alstomeria. Ik wilde een niche product kweken. Maar mijn Alstomeria werd steeds meer een bulkproduct. Je zoekt en je zoekt. Ik geloofde niet meer dat er een product bestond wat ook een niche product zou kunnen blijven. Maar toen ben ik een Gloriosa-teler tegengekomen. Vanuit een paar knolletjes heeft hij ze heel langzaam uitgebreid in 30 jaar tijd. Toen ik op het bedrijf kwam, dacht ik gelijk, eindelijk iets gevonden. Daarna heeft het 2 jaar geduurd voordat hij een goed gevoel had dat ik die Gloriosa teelt over kon nemen. Omdat hij mij ook steeds meer kennis liet maken met de teelt. Eigenlijk wilde hij direct aan de slag, maar ik moest natuurlijk ook wel niet te enthousiast overkomen. De Gloriosa teler had hard voor zijn teelt, maar hij is evengoed een zakelijke man. 1 knol worden naar 2 in 1,5 jaar tijd. Dat duurt zo lang qua vermeerdering. De Gloriosa wordt nooit een bulkproduct.